Welkom bij Tips en Tricks. Vandaag gaan we eieren pocheren. Voor de eieren kun je het beste naar de boer gaan. Hoe verser het ei is, hoe dikker het eiwit nog is. Heel vaak zie je dat eieren worden gepocheerd in kleine pannetjes. Ik pak het liefst gewoon een hoge pan. Zo kan het ei mooi naar beneden vallen. Zet de pan water op. En breng deze aan de kook. Breek het ei in een koffiekopje. Breng het water in beweging met een garde. Laat het ei voorzichtig inzakken. Je ziet dat hij mooi naar beneden valt. En dat door die draai de rest van het eiwit eromheen komt te zitten. Ik heb ze ongeveer 1 minuut 20 gedaan. Controleer eens of ze hard genoeg zijn om te kunnen hanteren. Kun je ze er met een schuimspaan of een draadspaan uithalen. Dit zijn de gepocheerde eieren. Je kunt eventueel nog een beetje loshalen, hangend vel er vanaf halen. Beetje zout en peper. Om te kijken of het ei goed gelukt is, kun je er eentje open snijden en hij loopt direct leeg. Dit waren de gepocheerde eieren. Heel veel succes en geniet ervan!